laatste keer avondeten. Laatste avond in New York, dus officieel het laatste avondmaal. Laatste supper. En we gaan naar Gunny's. En ik weet nog niet of Gunny's, dat een aanrader is. Gigi's. Oh. Wie is Gunny's? Je verzint gewoon shit waar ik bij sta. Oké, we gaan naar Gigi's. En ik weet nog niet of het een aanrader is. Dus... Dat heb je vaak voordat je ergens heen gaat. Ja. Maar het kan ook zijn dat ik er al een keer eerder ben geweest. Ja, maar dat zijn we niet. Ik vind het ingewikkeld. Ik vind jou ingewikkeld. Ja, dat klopt. Dat vind jij. En de rest van Nederland ook. Nee hoor, die vinden mij dat dingen. Ik denk niet dat het ingewikkeld een van die dingen is. Een domme lompe boer, hoor. Ja, deze nagellak is ingewikkeld. Dat is veel nagellak. Wauw. Vet veel nagellak. Ik wil het. Oh, ik loop even over een man. Oh, doggie. Dat is toch jouw hobby. Ik ga naar het restaurant. Hè? Slecht teken, want ze hebben een B. Wat betekent dat ze niet zo goed hebben gescoord op de hygiëne-test. Durf je nu wel nog te eten daar, Max? Ik eet overal. We hebben heel lekker pizza gegeten met vrienden en daarna een concert van een bandje in een toko die heet Berlin gezien. We hebben daarna nog wat drankjes gedaan en nu is het tijd om naar huis te gaan. We zijn echt allebei helemaal af. Alles wat er gebeurt vreet toch wel energie, moet ik zeggen. En ja, ik zit de hele dag al een beetje met tranen weg te werken omdat ik gewoon heel erg bewust van ben dat het nu... Het wonen in New York gewoon eventjes over is en ik besef me hoe dramatisch dit gaat klinken, maar ik zei helaas ook al tegen Max, het is een beetje alsof je met een relatie uit elkaar gaat, maar zeg maar niet omdat je niet meer van elkaar houdt, maar omdat het niet werkt ofzo om de een of andere reden. En een beetje dat gevoel heb ik nu met dit hele New York verlaten. En nogmaals, super dramatisch. En het is niet alsof het einde van de wereld is of zo. Absoluut niet. Want ik heb ook heel veel zin in alles wat er komen gaat. Maar ik moet ook gewoon eventjes stilstaan bij hoe fijn het ook hier in New York was. En hoe tof. En ja, wat we hier allemaal hebben gedaan. En het is gewoon zo'n fantastische stad. En dat ik ga gewoon heel erg missen. Dus dan mag je best een beetje verdrietig zijn, denk ik. Laat het maar even over me heen komen. En morgen laatste dag, ja, lekker ergens brunchen. Laatste spullen opruimen. Huissleutel overdragen. Dan gaan we nog naar Ray en Daphne toe voor een laatste avondmaal. Echt de laatste avondmaal. En dan gaan we naar het vliegtuig. Goed. Nu lekker slapen. Laatste keer brunch in New York, wat vind je daarvan? Het is bitter zoet, is het. Bitter zoet? Ja. Bitter zoet. We hebben het fantastisch gehad en dat was gek. Het is jammer dat het afgelopen is, maar ik heb ook heel veel zin om weer thuis te gaan. Nou, dankjewel voor deze informatieve toelichting. Ja. Max is een ninja! Status van het huis. We vliegen over een paar uur en het is nog chaos, maar het komt altijd goed. Laatste dag en we gaan uiteraard weer pizza eten. Nog eentje die we wilden eten in New York. Een van de must-do's, een pizza toko, die heet Prince Street Pizza. En daar staat ook altijd een rij voor de deur. En daar kwamen we toevallig nog eventjes langs, omdat we daar langs kwamen. Goed verhaal, Marije. Niemand in Amerika heeft meer pepperoni, want ik heb alles. Dit moet dus echt de bom zijn. Is het de bom?
De bom. Pepperoni pizza moet je ding zijn. En ik vind pepperoni de absolute pizza. Ja. En dit schijnt de beste pepperoni te zijn. Und? Super vet, super spicy. Bucketlist pizza nummer 463. Check. Staan we dan in een helemaal leeg appartement. Een appartement waarbij ik niet eens de tijd heb gehad om hem fatsoenlijk in te richten. Omdat we daar gewoon nog mee bezig waren. En nu is hij alweer gewoon leeg. Het is zo raar. Daghuis. Daghuis. Wil je ook nog daghuis zeggen? Geen dag zeggen tegen een huis. Nou, zeg dan iets anders. Dag man. Groetjes aan mijn moeder. 5 koffers, handbagage en een plant die naar Rijen Daphne gaat. Let's go!